Hoi en welkom bij weer een nieuwe video waarin ik lifehacks uitprobeer zodat jij dat niet hoeft te doen. En vandaag wordt echt mega leuk met heel veel gekkigheid. Dus ik heb er enorm veel zin in. En de like-off voor vandaag wordt 10.100. Ik ben heel erg benieuwd of het ons gaat lukken om dit te halen. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal door op de abonneerknop te drukken. En op die manier blijf je op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. En hoef je er dus nooit meer eentje te missen. Dus als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken. En laten we beginnen. Zoals je waarschijnlijk wel weet, heeft je telefoon een zaklampje. En dat is een heel erg fel lichtje dat super handig is in het donker. Maar het is niet zo heel erg fijn als je bijvoorbeeld in een donkere kamer zit en je wil een gezellig lampje aanzetten. Dus met deze hack kun je ervoor zorgen dat je een heel erg leuk lampje creëert met een zaklamp op je telefoon en een flesje. Ik heb echt absoluut geen idee of dit gaat werken. Als het goed is, moet je hier dus wat water in stoppen. Vervolgens zet je het bovenop je zaklamp en dan wordt dit helemaal verlicht. En heb je dus een lampje in je kamer. Nou, ik ben hier een beetje sceptisch over. Ik heb echt het gevoel alsof het niet gaat werken. Maar ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening hierover. Dus denk je dat het gaat werken of niet? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En dan gaan we kijken of je gelijk hebt. Helemaal tot aan de top. Yes! En dan het dopje er weer terug op. Zo, laten we als eerste eventjes de zaklamp van de telefoon uitproberen. Dus daarvoor moeten natuurlijk al deze lichten uit. Dus here we go. Wow, nou het is heel erg donker. En dan ga ik nu de zaklamp aanzetten. Hallo. Zoals je kunt zien is het echt een mega fel licht. En het schijnt echt helemaal direct naar boven. Maar het is niet bepaald gezellig. Dus hier heb ik het flesje bij me. En here we go. Ik moet het wel even vasthouden. Wow! Het hele flesje ligt op, jongens. Dat is zo ontzettend gaaf. Oh my god. Dit is echt veel fijner voor je ogen. En het is gewoon een heel erg gezellig lampje. En leuk lichtje. Dat is zo ontzettend makkelijk om te maken. Ik haal het er weer eventjes van af. Hoe? Wow. Fel en super gaaf en zaklamp en super tof. Ik zou zeggen dat deze hack helemaal geslaagd is. Ik vind hem echt heel erg leuk en het verbaast me enorm. Ik heb zelf echt een enorm hekel aan het doen van de was. Op zich is het vuile kleding in de wasmachine stoppen niet zo heel erg. Maar wat ik niet leuk vind is het vouwen van kleding. Want het duurt ontzettend lang en daarbij ben ik er ook helemaal niet goed in. Dus als het goed is met deze hack kan je het heel erg makkelijk maken. Want je kunt zelf je eigen vouwmachine bouwen. En deze heb ik alvast eventjes gemaakt. Zoals je kunt zien zijn dit gewoon grote stukken karton die aan elkaar vastgeplakt zijn. En het middelste stuk moet loszitten en kunnen vouwen. Zo op deze manier. Dus ik ga het nu eventjes hier voor me leggen. En dan gaan we het uitproberen. Oh, wauw. Hier heb ik een heel erg schoon shirt dat net uit de was komt. Dat is heel erg handig, want daarmee kunnen we dit vouwding gaan testen. Wat ik moet doen is de voorkant van het shirt hier zo naar beneden leggen, als het goed is. En dan kunnen we het gaan vouwen. Dus ik leg het allemaal eventjes netjes neer. Ik ben zo ontzettend benieuwd of dit gaat werken. Ik heb het natuurlijk nog niet uitgeprobeerd. Het shirt is eigenlijk wel een beetje groot voor dit ding, dus dat is misschien niet zo heel erg handig. Maar oké, dan is het nu tijd om het shirt te gaan vouwen. Ik ga de linkerkant zo erop doen. Nee! Het viel eraf. Oké, nog een keertje. Volgens mij moet ik het ietsje sneller doen. Eerst links. Sneller. Uh-oh. Misschien zou het ietsje handiger zijn als dit hier zo plat was eronder. Dus wat ik ga doen is ik trek hem even een beetje naar boven. Want hier is dan wel de tafel. Zo. En dan gaan we het weer proberen. Eerst links. Zo. Ondertussen had ik al 10 shirts kunnen vouwen nu. Maar goed, dan gaan we weer. Dus ja, oké. Dat is een stukje beter. Het moet snel, maar niet al te snel. Maar ook weer niet al te langzaam. Hier gaan we met de andere kant. Zo. Oké. Nou, dat ziet er nog wel oké uit. Dan moet ik als laatste deze kant omhoog vouwen. En here we go. Zo. Oh, dat is niet helemaal netjes. Maar dat kan ook op zich wel een beetje rechts trekken. Tada! Ik vind eigenlijk wel dat het er best netjes uitziet. Het is niet super strak gevouwen, maar ja, ik vind het niet slecht. Alleen het is nog net ietsje te groot. Ik leg het zo hierop neer. En vervolgens ga ik het nog een keertje vouwen. Zo. Oh, hij is te dik ervoor. Wauw! Wauw! Oh, dat ziet er nog best wel mooi uit. Ik vind het best wel goed gelukt, jongens. Heel erg plat gevouwen, zoals je kunt zien. Ik zou zeggen, deze hack is geslaagd. Toch wel. Heel eerlijk gezegd heb ik niet zoveel zin in deze laatste hack. Maar ik ga hem toch maar uitproberen. Want heb je wel eens gewild dat je haar echt prachtig golvend is met heel veel textuur en ontzettend veel volume? Als het goed is met deze hack kun je dat heel erg makkelijk krijgen door je haren te wassen met cola.
Oké, dat is echt absoluut het allerraarste idee dat ik ooit heb gehoord. Maar dat is natuurlijk super leuk om uit te proberen. En ik ben er ook wel heel erg benieuwd naar. Ik denk persoonlijk echt niet dat het gaat lukken. Want cola is nou eenmaal gewoon water met suiker. En het is plakkerig en er zit prik in. En waarom zou dat in vredesnaam goed zijn voor je haar? Nou, zoals je kunt zien heb ik al een beetje golven in mijn haar. Dus ik moet er natuurlijk voor zorgen dat dit stijl is. Zodat ik de hack goed kan uitproberen. En daarbij ga ik ook nog eventjes een ander shirt aantrekken. Want ik wil niet dat deze vies wordt. Oké, daar gaan we. Ik ben terug en mijn haar is nu op dit moment gesteld. Dus dit is eigenlijk hoe het er van nature uitziet. En het is best wel plat. Dus ik ben heel erg benieuwd of de cola wat volume zal geven aan mijn haar. En daarbij ook wat golvend haar geeft. Dus ik ga deze fles nu openmaken. Oh my god. Volgens mij heb ik het geschud per ongeluk. Nee! Ja. Yeah. Deze fles is zo enorm groot. Dit wordt lastig. Hij is ook hartstikke zwaar. Ik heb er helemaal geen zin in. Yes! Nou, het eerste kleine beetje cola is op mijn haar. Ik moet nog wat meer nattigheid in mijn haar hebben. Oh my god! Het loopt over mijn hele rug heen. Yes, yes, yes. Wauw. Laten we gewoon nog eventjes een klein beetje meer toevoegen. Gewoon voor de volume en de textuur, jongens. Oké. Dat is wel genoeg. Dan is het ook wel de bedoeling dat je je haar niet gewoon helemaal vol met cola laat zitten. Maar dat je het ook nog uitspoelt. Dus met andere woorden, ik ben gewoon hier aan het douchen in mijn kamer. Here we go. Ik hoop dat het niet al te koud is. Ah, dat is echt heel erg koud. Oh my god, jongens. La 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 la. Bah. Oké. Nou, ik ben er weer en ik voel me echt als een leeuw. Zoals je kunt zien is mijn haar heel erg groot, volumineus. Tegelijkertijd ook heel erg stug. Maar op zich werkt het wel redelijk. Dus voor mij krijgt het een half duimpje. De vraag van vandaag is, als jij de douche uitkomt, droog jij je haar normaal gesproken met een föhn? Of laat je het gewoon door de lucht natuurlijk drogen? Ben benieuwd naar je antwoord, dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. Vergeet dan ook zeker geen duimpje omhoog te geven als je hem leuk vond. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!